NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Hij blijft leuk. Ik ga toch wat lastig in mijn borrelnootjes. Klopt, kap ook even vol. Dat valt onder de categorie fluiten met beschuit in. Ja, borrelnootjes, want... Notjes. Notjes. Buenos notjes, want pak de popcorn er maar bij, dames en heren. Jongens. Ja. NAKPRAAT Radio, donderdagavond. De 13e. 13 januari. Ja. Geluksgetal. En podcastje nummertje... 433 alweer. Zo. Kijk. Telt er even bij. Zo. Sinds wanneer ben je het eigenlijk podcast gaan noemen, Leon? Omdat dat hip is. Ja, wow. Want in het begin was het helemaal geen podcast. Want er bestond het woord nog niet eens. Heette dat gewoon radio. En dat 2013 of zo zijn we ermee begonnen met radio. En toen hebben we dat ook gewoon... onze uitzending ook op YouTube gezet. Ja. Dat mensen het gewoon integraal konden terugluisteren. Goed. En tegenwoordig moet dat op dan een platform staan... om een podcast te mogen heten. Maar eigenlijk deden we dat eigenlijk al in 2000 vroeger. Terwijl dat... 2000. Ja, in de strenge winter van 1874. Dat toen nog geen podcast heette, zeg maar het gewoon wel terug te luisteren was, zeg maar. Dus vandaag dat we het eventjes hebben gesmokkeld naar uitzendingje nummertje 433. Terwijl het nog maar nummertje 130 is of zo. Ging. Ja, joh. Maar goed, dat hebben wij ons... Komt dat, goed. Dat recht hebben we ons toegeëigend. Ja. En niemand zegt er wat van. Bam, jongen. Oh, zo is het. En ja, samen. Zo. Dat is niet onderhandelbaar. Nee, om nog een beetje in de stemming te blijven. God. Nog niet. Jongen. Nee, over andere hippe dingen gesproken. Hadden wij maar Snapchat, hè? Nou. Waarom? Ja, dan moet je maar geluk hebben dat je in zijn groep zit, hè? Dan hadden we misschien in het hoofd van Suzie kunnen kijken. Van jongen om dat soort rare dingen erop te zetten. Dat is een van de onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Ja. We hebben weer een redelijk full house. Peli zit, die sluit zo meteen digitaal aan vanuit thuis. Die gaat ons assisteren vanuit het derde, vierde scherm. Die heeft het echt poepje druk met zijn werk. Ik vind het wel een beetje zielig dat hij nou full house zegt in de week dat Bob Saget is overleden. Nou, jongens. Misschien zeg ik het daarom, want ik ben al twee dagen geleden. Hè, sinds 2 dagen geleden is Bob Saget overleden. Ja. Hè, dat is Mr. Tanner uit de full house serie uit 1900 vroeger. En van de Funniest Home Video's. Ja, zeker. Ja, alles. Ja. Maar, dat hebben we allemaal gekeken. Keek jij daarnaar? Ja. Goeiedag, zeg. Wat een niveau, man. God. Je pas je aan met van welke voetbalclub je bent, hè? Dus ja, dan ga je wel kijken. Dat was ook al een pionier. Dat was ook al een pionier. Elke wedstrijd van NAK erin in de Funniest Home Video. Dat is ook een pionier, hoor. Want wat hij deed toen met zijn home video's was... doen we nou met YouTube, zeg maar. Ja. Dus kan je al je kattenfilmpjes gewoon op YouTube zetten. Maar nou moest zonder commentaar van Bob Saget. Even voor alle duidelijkheid, ik keek daar niet naar. Nee. Dat geeft niks. Nee, dat is goed. Maar het weet. Maar keek je dan op dat tijdstip zat je nog in de kroeg. Ja, ook dat. Al in de kroeg. Ook dat. En ik zat op de tribune. Kijk. Met de belangrijke dingen des levens. Ja, nou. Wel tegenwoordig. Ja, nou. Want het was weer echt onder glimlach. Ja, het was... de afgelopen wedstrijd. Het was weer bedroevend. Ja, hebben ze gespeeld dan? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ze hebben op het veld gestaan. Ja, inderdaad. Er is gefigureerd. Jongens, wat was het matig. Ik zet jullie eventjes goed in beeld. Oh jee. Voor deze memorabele... Dat is niet best. Als jij ook even praat, Joeri. Hallo. Nee, jij wil niet echt goed in beeld komen. Nee, maar dat is misschien beter. Dat ligt niet aan die camera. Dat is voor de kijkers ook leuk. Dat ligt helemaal niet aan de camera. Ik blijf me plakken, dat is makkelijk. Godverdomme. Dat is wel opvallend. Maar het was inderdaad niet best, jongens. Nee, het was bedroevend. Tot slecht. Ja. Tot slecht, was gewoon heel slecht. En dan raken we zo meteen ook nog haaien kwijt. Ja, waarschijnlijk wel. En dan blijft er weinig over. Dan blijft er weinig over, ja. Ik zeg toch dat niet gaat gebeuren. Nee? Nee. Ik denk dat die onmaakbaar nog niet voor het weekend in ieder geval. Nou, in ieder geval niet voor het weekend. Nee, dat zeker niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Hij gaat sowieso wel weg. Er waren overigens wel... er was kritiek op de onderhandelingstactiek van Manders, hè? Ja, vind ik gek. Vanuit Heerenveen ook. Schijnbaar zegt hij gewoon iedere keer... Maar ja, ik ga ook niet vertellen wat ik wil hebben. Jullie moeten maar een bod op tafel leggen. Het schijnt dat hij dat... Dat er dus eigenlijk helemaal geen... Er is ook geen dialoog mee te openen. En dan denk ik, ja, weet je, hij is onhoudbaar. En ik snap dat je niet meteen... Maar je kunt je constant tegen de krip gooien, maar hij is toch weg. Nou, ja, nou...
niet. Dus leg dan gewoon een goede prijs. Nou, ja, maar leg dan gewoon, ik bedoel zorg dan dat die onderhandeling werkt. Maar geef dan, als je zelf... gewoon, ik wil een miljoen. Ja, is er wat je roept? Dan je moet niks roepen, waarom zou je iets roepen? Inderdaad. Je zit lekker in de driver's seat, man. Duurt nog een maand. Stel je roept een miljoen, hè, dan wordt het 800.000. Ja, nou, dat is precies het bedrag waar je waarschijnlijk gaat krijgen voor Haaien. Weet ik niet. Deze... Als je niks roept, kun je misschien meer krijgen. Hè? Nee, joh. Nee, ik denk, Vaai, nee, nee, ik denk sowieso niet dat soort bedragen zijn. Nou, ik denk dat je voor minder als 700... Nee, niet moet laten gaan. Nee, dat weet je niet. Maar ik denk niet dat dat op tafel gaat komen. Jongens, is daarna niks meer waard, hè? Dus als Heerenveen hem nu koopt, dan is je daarna niet meer niks meer waard. Bovendien heeft NAC toch een doorverkooppercentage wat dan daarna betaald moet worden, geloof ik? Ja, een flink doorverkooppercentage. Dat bedoel ik. Dus laat hem maar lekker hoog gaan zitten. Ja. Hou er tenminste nog iets aan over. Ik denk namelijk wel dat Haaien wel een type speler is die vrij ongemotiveerd raakt als hij niet weg mag. Dus kun je maar een beetje zo. Denk je dat echt? Ja, denk wel. Oh nee, denk niet. Ik denk dat die. Nou ja. Ik denk dat hij dat ook in meerdere interviews heeft gezegd dat niet gaat gebeuren. Maar goed, we gaan het zien. Ja, joh, dat weet je toch niet. Alleen ik heb liever of serieus geld. Nou ja, precies. En wat ik denk dat het overigens niet gaat gebeuren. Maar anders dan blijft hij gewoon lekker. Ja, en dan gaat hij lekker in de zomer. Ja, maar ook zeg dan wel veel. Ik geef 1,5 miljoen, voor minder gaat hij niet. Ik bedoel, dan ben je ook zo van dat gezeik van Heerenveen. Nou, van nou blijf maar doorsluiten. Dan gaan ze iedere keer weer terugkomen. En dan blijven ze die speler maar op hol brengen. Weet je wel. En dan komt er op een gegeven moment een punt dat ze spelen. Dat vind je nou wel gewoon weg. Dat ze iedere keer terugkomen is niet erg. Want dat betekent dat de prijs gewoon omhoog gaat. Ja, maar ja, kijk, als we nu beginnen op 5 ton. Dan kunnen ze 26 keer terugkomen voordat ze bij het gewenste miljoen zijn, bij wijze van. Ja, maak er dan gewoon meteen korte metten mee, man. Of je verkoopt hem voor een goede prijs, maar dan bepaal je zelf de prijs. Of je laat hem gewoon niet gaan. Maar ga dan niet iedere keer dat het net niet lukt. Gaat het wel weer via zo'n makelaar. Komt wel weer bij zijn speler terecht. En dan gaat het uiteindelijk ook bij zijn jongen in zijn kop zitten. Hè? Denk ik. Ja, ik weet niet hoe Haaien daar zelf in staat. Dat is moeilijk. Ik ben er niet bang voor Haaien. Oh, nou, als Tjerk er niet bang voor is. Ja. Nou dan is de wereld gered, jongens. Daar vallen we mee. Nou, het is in ieder geval wel bevestigd dat hij morgen aanwezig is. Ja. Dus, Suntjes doen morgen niet mee, hè? Nee, die zitten nog steeds in de quarantaine. Hè? Ja, ik weet nog niet wat het betekent voor de komende woensdag. We hebben twee wedstrijden. Zwolle, hè? Ja. Of twee wedstrijden. Plastic Zwolle. Daar is overigens ook volle bak ambiance in de corona prikkelen. Ja, inderdaad. Ja. Dus, natuurlijk. Ja, dus misschien gaat dat helemaal niet door. Misschien schiet nou ja, ik hoop dat het wel doorgaat. Misschien schiet het wel gelijk. Want je kunt weten dat het wel doorgaat. Want die kunnen sowieso, die nu daar corona hebben, kunnen sowieso niet spelen op die wedstrijd. Maar heeft onze vriend Castaneer ook corona? Nee, toch zeker? Dat zal wel. Dan zal hij wel 4 doelpunten maken. Ja, die zal er wel een paar in schoppen. Dat zal wel een enorme aderlating zijn voor PEC Zwolle. Goeiedag, zeg. Alles is een beetje een aderlating voor PEC Zwolle. Ja. Nou ja, ze doen het beter dan mij. Maar dat is al snel. Ja. We gaan het allemaal even hebben, Pieter. Ja, goed. Maar gaan we het over technische dingen hebben. Ik zeg het helemaal een beetje moeilijk. Nou, daar gaat het. We gaan terugkijken, heel even maar, naar de wedstrijd. De reuze interessante wedstrijd NAC Eindhoven van afgelopen vrijdag. We gaan het hebben over speler in, speler uit. Oftewel Bannes, Haaien, Banzuzi, noem alles maar op. We hebben een grammaton. Geen idee wat erin staat. Ga ik nu even kijken. Ja, volgens mij van alles. Van alles. Dat gaan we dan ook doen. En we gaan vooruitkijken inderdaad naar twee wedstrijden. Namelijk morgenavond tussen NAC en Volendam. Jo. En volgende week woensdag. Woensdag, ja. Ja. En hoe laat is die wedstrijd eigenlijk? 9 uur dan, denk ik, hè? Leon? Leon, weet ja, ik was even bezig. Wacht even. Wel om 8 uur. 8 uur. Ja. 8 uur. Staat in het draaiboek. Woensdag 8 uur. En die is ook te zien op ESPN 3. Kijk. Hé, hey, is dat niet waar? Normaal. We zijn toch... Oh, zijn er niet een stuitje jongen als club. God. En NAC Volendam is ook op ESPN 3. Ja. Alsof het niks is, hè? Ik denk dat er nou bij heel veel huishoudens dat mensen denken... Ja. Moet ik het alsnog gaan kijken? Weer dat klote NAC en weer dat ellendige voetbal wat we moeten aanbieden. Nee, maar toch op het moment dat die wedstrijd dan die dag aanbreekt... Dan ga je over de dag over nadenken. Dan ga je toch voor je tv's denken... Nou, zou het dan vandaag omdraaien? Ja, kijken doe je altijd. Ja. Jij denkt me wel zo, maar ik ken toevallig heel veel mensen die al afgehaakt zijn. Ja. Ik moet zeggen, het kost wel steeds meer. Kijk, wij hebben dan nog de gelukkige omstandigheid dat wij in ieder geval nog de spandoeken kunnen hangen. Dus dat je een beetje een wedstrijdbeleving hebt. Maar ik moet zeggen, als ik alleen maar voor de tv zit, dat is met uitwedstrijden. Ja, dan is het wel, dan moet ik mezelf er soms echt toe zetten om het te kijken. Hoor. Nou, je merkt wel dat de binding met de club minder wordt. Dat maakt ons wel echt zorgen. Ja, kijk dan wel. En ik denk dat, kijk, dat probleem is ook zo wel verholpen als je naar het stadion gaat. Hè? Want ik denk dat er dan weer heel veel mensen zijn die in ieder geval gewoon weer een stadion in willen. En dan komt die beleving vanzelf over. Maar dat gaan ze morgen bekendmaken, hè? Waarom? Wat? Dat we weer mogen. Zou het? Nee. Ik geloof ik een bal van. Ik ben er bang voor. Ja, ik ook.
Naar de kapper en naar de hoeren. Ah, toch. Ja. In welke volgorde? Ja, weet ik. In welke volgorde? Nee. Dan ligt er aan waar ze gaan knippen. Ja, je doet eerst je haren weg en dan... Ja, het is ook niet meer te verkopen, jongens. Nee, ja. Het is echt niet meer te verkopen. Is de club nog te verkopen? Hey! Harry veert nu op. In het begin van de uitzending er al over hebben. Harry, let je op. Ben je wakker? Gaan ze het erover hebben of niet? Ja. Oh, ze zitten al 5 minuten op de wacht. De show begon pas op te borrelen. Meteen al in de 8e minuut. 3, 2, 1. Nou, goed zo, jongens. We weten dingen die ook al her en der online komen. Maar er zit ook wat weet je dan? Er zit ook een hoop, wat we ook al kunnen zeggen. Gaan we straks wel iets dieper op in. Dat er een hoop wildge speculatie tussen zit en bullshit. Ja. En we proberen dat een beetje te kanaliseren. Hè? Wat is de bullshit en wat is er waar? En wat is nu momenteel niet belangrijk om te weten? Want we moeten het proces wel een beetje in de gaten blijven houden. Is anders alweer. Want zolang er geen krabbels zijn gezet en noem maar op... is het allemaal heel fragiel. En is er nog niks zeker. Dus heel erg en wij op pad met wat we allemaal zeggen. En wij willen vooral niks verstoren. Precies. Nee. Nou ja, weet je, dat is het voordeel. Ik weet ook niet zo heel erg veel. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Dat is waar. Dat is altijd fijn. Wat niet weet. Oh, dan ben jij vanavond van de afdeling speculatie. Ja, en dan, dat is makkelijk. Een mooie vrije rol heb je dan. Dus dat maakt het allemaal weer... Ik zeg de spleet erin. Ik vind dat sowieso... Moet je het inderdaad dat proces niet verstoren. Maar het zou wel lekker zijn als we dan toch godverdomme binnenkort een keer... Het wordt tijd dat het gaat dat iedereen gewoon eens open en eerlijk overal over kan gaan praten. In plaats van al dat achterkamertjes gedoe gedoe. En iedereen weet wat, hè. Want ik zal ook niet helemaal heilig zijn. Ik bedoel, ook ik weet inmiddels wel wat dingen. En daar baal je van. Dat je dan niet gewoon lekker met elkaar... Hè, overal... Iedereen die denkt fladder te weten. Ja, precies. En je weet nooit wat het allemaal klopt. En bij elkaar worden dat de vreemdste dingen. Nou, neem het afgelopen kwartier hier. Ja. Dat is dan gaat het van links dan naar rechts. Dan lopen de meningen vrij uiteen, zeg maar. Dus dat is niemand weet ook precies de waarheid. Niemand weet ook precies de goede weg. Nee, maar, dat klopt. Maar de taal die bij ons gebezigd wordt... De taal van dat de gebeurt wel ook op de tribune, hè? Ja. Tijdens wedstrijden en in kantine, in de BA en in de toren en de SVO, noem alles maar op. Dat we nou niet iets meer zien. Museum. Het museum. Het museum, en hoofdletters, hè. We moeten wel oppassen, we moeten vandaag in ieder geval wel iets zeggen, want anders krijgen we Blanco weer achter ons aan. Ja, wij zijn, even vooral duidelijkheid, wij zijn geen journalisten. Nee. Dus dat doen wij helemaal niet aan. Wij zijn objectiviteit kennen wij al helemaal niet. Laten we ook zeggen, we zijn ook een fansite, een supportersite. Juist, heel goed. En geen mediabedrijf. Ja. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat doe je daar nou eigenlijk mee? Ik denk dat er daar de laatste tijd steeds meer een onderscheid wordt gemaakt. Inderdaad. Van wie zijn de mediabedrijven en wie zijn de fansites? Maar als je geen perskaart hebt. Van wanneer moet je wel of niet informatie naar buiten brengen? We zitten al braaf op onze handjes om de broedende kip niet te verstoren. En dit soort berichten moeten we gewoon lekker voor onszelf houden. Op het moment dat je een boeggolf aan... aan geruchten hebt. Lees het. Het klinkt misschien heel vreemd, maar je moet weten wanneer je mond dicht te houden. Nou, de rat van Fanzine. De Twitter van Fanzine de Rat heeft zojuist een tweetje eruit gedaan waar we een beetje op een juiste manier, op een kritische manier proberen te duidelijk te maken van waar staan we nu en waarom is het niet belangrijk in deze fase om sommige dingen wel en sommige dingen niet naar buiten te brengen. Vooral het bakkenstouwen. Ja, het is gewoon het is allemaal nog heel fragiel. Het is allemaal nog niet zeker. Wij doen uiteindelijk alles wat... Kijk, wij hebben geen plicht om nieuws te brengen. Wij doen wat in onze optiek het beste is voor onze club. Ja. En dan kan het soms heel vervelend zijn dat we dingen wel of niet communiceren. Doen we wel omdat dat in onze optiek... naar onze maatstaf het beste is voor de continuïteit van de club. Kijk, dan kun je het ons kwalijk nemen, maar daar hebben we gewoon scheid aan. Het is niet ons doel, nieuws naar buiten brengen. Nee, het per se moet produceren van nieuws. De honger, dat is niet scoop. Hoe graag we het soms ook willen, begrijp me niet verkeerd. Hè? Want er zijn echt wel dingen die wij heel graag zouden willen vertellen, soms die we niet kunnen vertellen. Maar nogmaals, ik vind dat wel een onderscheid. Als wij de dingen konden vertellen die wij wisten, dan hadden we een uitzending nodig van 3 uur. Nou, dat bestond. Maar laten we eerlijk zijn. Dan was dakkenlang de licentie getrokken. En het gaat uiteindelijk om het plan wat erachter zit, jongens. En dat moeten ze toch eerst gaan vertellen voor dat. Dat is waar. En daar blijf ik op hameren. Dat wordt echt tijd dat er mee gecommuniceerd gaat worden. Want ik ben er in ieder geval
Trombeuten. Ja, het heeft allemaal veel te lang geduurd en we weten allemaal veel te weinig. Ja, en ook het feit dat die apenkop nog steeds rond op die man is met die plofkop van hem. Daar word ik ook helemaal geschift van. Laat die man alsjeblieft ook zo snel mogelijk oprolt uit mijn stad. Ja. En we moeten door gaan pakken, want dit... laten we hopen dat het heel snel afgerond wordt. Hey, ik heb trouwens wel een leuk plaatje en dat is misschien wel een ode aan de kater die ik afgelopen zondag had. Oh. Artiest van de maand, Rob de Nijs. En dank Tjerk voor de suggestie die jij daar straks gaf. Van, hey, zondag, het plaatje zondag is ook van Rob de Nijs. Ja. Vertel eens hoe laat je thuis was. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee. Dan weet je gelijk wel omdat ik te laat was bij mijn boosterplek. De wereld staat voor ons heel even stil. Fijn hè, dat hij Rob de Nijs af en toe helpt te herinneren wat voor dag het is. Hè? Dat is best goed. Het is ook 3 minuten 16 zondag. Zo las ik laatst een onderzoek van was dat de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Maar echt iets van 80% van de mensen voetbalt het liefst op zondag. Oh. Die voetbalt het liefst, die zien het liefst hun club voetballen op zondag. Ja. Ik snap daar helemaal niks van. Het is een nieuwe religie, hè? Dus, oh, man. Maar dat komt omdat wij natuurlijk opgegroeid zijn met zaterdagavond. Dat zijn allemaal Calvinisten. Ja. Er is ook niks moois dan die lampen. Ja, dat je naar boven kijkt dat die damp het stadion uitgaat. In plaats van die lekkere walm van sigaren, frietvet, verschaald bier en middelgan. En schreeuwen en tuffen. Ik vond die plaat van Sjoerd Massou ook geweldig vanochtend op Twitter. Heb je gezien? Oh, van de zoekplaat. Echt geweldige tweet. Die is en dan heel veel mensen reageren. En zie je zo'n beker bier door de lucht vliegen. Ja. Ben jij dat? Ja, zegt Massou. Nee, dat ben ik niet, want ik heb nooit geen ruiten pakt gedaan. Schitterend. Ja, die is weer in de archief aan het duiken lastig. Ja, echt mooi. Mooie tour. Nee, we zijn momenteel eventjes technisch dingetje. Want jullie zagen me net al inderdaad in de intro al een beetje vliegen in hun toestanden. Want jouw cameraatje is eventjes down. Kapot. Jury, maar daar ben jij helemaal blij mee. Yep. Ja. En dat vind jullie helemaal niet erg. Nee, de site van bredanu.nl/kijk, waar je ons altijd op kan zien, is vanwege de grote vraag eventjes down. Of het de grote hoofd aan de andere kant van de dat ze allemaal jullie wilden zien. Ja. Je altijd nog naar mijn OnlyFans account, jongens. Like en subscribe. Nou, bij deze. Nou, toch nog gelachen deze week. Daarom, nou, maar dan hadden we toch eens eventjes het noodzakelijke NAC FC Eindhoven 0-0. Wat we straks tot de belangrijkste dingen over gaan, hebben we dit alvast maar gehad. Ja, zullen we die wedstrijd even doen? Het protest helemaal niet over hebben. Oh, dat kan ook. Ja, ik wou net zeggen, we zijn zo klaar met die wedstrijd. Ja, waar gaat het over? Daar heb ik niks over. 0-0, twee kansen. Slecht voetbal, inspiratieloos. Kansen van Kerstens, die had al ingemogen. Zonder die er overigens afgemaakt wordt op overal. Zo'n jongen komt één keer in de 26 jaar voor de goal. En je mist dan die kans en dan wordt hij helemaal afgemaakt. Overigens wel heel goed gegeven door Agogil. Klopt. Juist. Die niet voor eigen succes gaat. En op die leeftijd... Die speelde best aardig. De tweede helft speelde hij best aardig. Bij eerste helft een beetje onzichtbaar, maar tweede helft speelde hij goed. Zeker. En de conclusie die kunnen we trekken als of Olai of Haaien of Zeuntjes er niet bij is, dat het helemaal niks is. Juist, heel goed. Dat is de conclusie die kunnen we trekken. Ja. Daar kun je vast de conclusie trekken over de wedstrijd tegen Volendam, want daar Zeuntjes ook niet bij. Ja, inderdaad. Dus dan zijn we al gauw klaar, hè? Maar dan hebben we de Mannies, hè? Ja, de Mannies. Ja, de mannies. God. Manneke van 19 jaar, moeten we daarop gaan vertrouwen? Maar nee, goed, ik zeg verder dan niet. Onze rots in de branding. Ja. Nou goed, laten we hij speelt natuurlijk niet voor niks bij... Hij speelt daar niet voor niks. Hij speelt niet voor niks bij F. Ja. Nee, dus, en ik denk als je Zeuntjes hebt en je hebt iemand die dan toch de kansen dan... Ja, je moet hem ook niet even de kans geven. Ja. Kom. De kansen, maar die creëren we niet. Nee, maar we maken denk ik wel meer kans met kansen als er Zeuntjes bij is. Als wij een fatsoenlijke spits hebben, dan echt wel een paar... Alleen ik ben weer benieuwd waar die dan... maar je moet niet denken. Dat vind ik echt een denkfout. Als we hebben nu een goede spits... Dus we krijgen meer kansen. We krijgen in ieder geval meer kansen dan afgelopen week mag kopen. Ja, dat hoop ik. Want er waren maar twee. Ik denk dat een goede spits moet worden. Maar we krijgen in ieder geval een spits. En daardoor gaan in ieder geval de kansen die we nu krijgen worden misschien beter benut. Nou ja, laten we dat hopen. Hè? Zo wou ik het eigenlijk vertellen. Ja. Misschien komt dat door aanwezigheid van zo'n banners. Dat mogelijkheden kansen kunnen worden. Ja, precies. Maar we krijgen al zo weinig kansen in de wedstrijdband. Hey, wat is dat toch met een NAC-voetbal? Maar waar gaat die schuppen laten? 0-0 thuis tegen... Eruit.
Zou het? Ja. Dat hij die gaat opofferen? Dat denk ik. Of hij zet hem aan de zijkant neer. Ja, maar voor wie dan? Oh, linksbuiten. Of hij begint met banners en hij wisselt hem later voor. Want hij wil toch niet zeggen dat de vleugelaanvallers Kei de Brooi en onze grote vriend Antonia... Of aan Google of van Schuppen. Ja. Is het te vermoeden. Of aan Google. Even aan-googlen. Ik denk tegen het volgende dan dat je dan beter met Agogiel kunt spelen. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar wat ik wel heel opvallend vond is dat onze vriend... Die Beck, hoe heet hij nou niet, Maria, maar die andere. Dat hij in één keer in de wedstrijd zo'n moment had van... Ja, wat is dat nou voor raar iets? Ik moet zeggen dat als je die instelling die je ook tegen Eindhoven had... Als je die nou vrijdag weer op de mat legt en dan maakt geen flikker uit met wie je start... Dan kun je net zo goed de eentjes laten starten. Want dan maakt het toch niet uit, joh. Nou, ik vond de Graaf vond de instelling van de ploeg prima. Ja, dat snap ik. Hij kan moeilijk zeggen, ja... Ook als hij nu ook al begint... De Graaf moet toch ook zien... Dat het creëren van kansen, dat hij heel moeizaam gaat. Maar waarschijnlijk is hetgeen wat hij in de kleedkamer vertelt... maar ik hoop wel een iets ander verhaal als wat hij voor ISPN verkondigt. Dat hoop ik ook. En ik denk dat hij dat ook alleen maar doet om een beetje de vrede te bewaren. En ik denk ook, want net zoals hoe hij zich uitsprak over Bansuzi... daar was hij bijvoorbeeld wel weer heel helder in. Dus ik denk overigens waren een aantal mensen daar helemaal niet mee eens. Ja, maar hij is pas 16 jaar. Maar ja, als jij een contract wil voor een volwassene... dan moet je ook kunnen gedragen in de zakelijke wereld. Er zijn een hele hoop mensen om hem heen... Die hem hierin moeten beschermen, dat vind ik wel. Want je kunt hem niet helemaal... En dat is ook gewoon de pest met het hele social media. Dan moet je dus eigenlijk als speler zijn... Dan moet je daar ook gewoon niet eens aan beginnen. Die jongen maakt een domme fout. Die maakt een fout. Maar ook als jij als jongen, zeg maar... Stel, jij verneukt het als kranten met de krantenwijk... Dan word je de laan uitgeflikkerd. Dan krijg je de waarschuwing. Ja. Ja, kijk, weet je wat het is? Het is ook gewoon... Die kinderen hoeven niet alleen maar vertroeteld te worden... Omdat ze een balletje kunnen raken. Nee, dat zeker niet. Ze wonen ook gewoon in de echte wereld. En als je dit in de echte wereld doet, krijg je een trap voor je hol. Ja. En dan krijg je nu ook een keer, dus dan is dat prima. Ja, Oost, vind ik het als 16-jarige de meest normale zaak van de wereld... dat als je in onderhandeling bent met een andere club... dat even de trainer laat weten. Natuurlijk. Ja, dat is de normaalste zaak van de wereld, hè? Ja. Dat vind ik ook, maar of dat ook zo is... Maar, ik vind, wat ik raar vind, is dat je als je zoiets meemaakt... en je hoort dat dan... Hij deed net of hij het hoorde, de Graaf, op dat moment... Mm-hmm. Hè, toch? Ja, hij wist het in de rust dan. In de rust dan zou ik eerst... na de wedstrijd naar hem toe gaan en van joh... Ja. En dan voor de camera gaan zijn. Niet andersom. Nee, het was wel zo... hij stond nog op het veld toen ik zag het ook na de wedstrijd. Want ik had het op... Ik kreeg het toegestuurd intern. Ik heb het op de Rad Twitter gezet. Ik heb het ook gelijk bij NAC gemeld. We hebben even de taken verdeeld. Eén ging even de technische dienst in. En de andere, ik ging via de communicatieboys vragen van... joh, dit speelt nu. Het is handig als er gewoon snel mogelijk duidelijkheid over komt. En dat is tijdens de wedstrijd meteen al pratende. Tijdens de eerste helft is al gelijk uitgezocht. Waar komt hij vandaan? Is het echt? We dachten eerst dat het net was. Het is wel bijzonder dat je dat in een rust dan gaat zeggen. In de rust wist de Graaf van. Wedstrijd niet beïnvloeden. Nee, het zit dan wel bij jongens. Ik wou net zeggen, anderzijds, je wil er ook gewoon van op de hoogte zijn, toch? Ik vind het wel jammer dat die jongen wordt beïnvloed door alles en iedereen in zijn omgeving. Dat vind ik heel jammer. En dan vind ik het wel weer goed en sterk dat ze zeggen van... we gaan even pas op de plaats maken. Laten we eerst maar eens even goed nadenken wat ik wil. En dat is gewoon goed. Ik zag het na de wedstrijd namelijk ook... toen waren ze nog op het veld aan het uitlopen. We waren de spandoeken aan het opruimen in het stadion. Toen zag ik ze nog uitlopen. Dus dat Bansuzi was er ook bij. En toen waren er in principe de interviews al bezig. Want die zagen we ook al op de schermen die wij volgen. Zag me ook al bezig. Toen wist ik al van, die is nog niet gevraagd naar zijn stand van zaken. En dat bleek wel uit de interviews. Ja, daar hebben ze toch niet op willen wachten. Ik zie dat natuurlijk thuis ook. Ik heb een kinderen in die leeftijdsgroep ook gehad. Toen was er ook social media. Ja. Er gebeurt natuurlijk van alles. Ja. En dit is ook wel begrijpelijk. Ja. Alleen, weet je jongens, dit gebeurt gewoon. En er zijn daarnaast, weet je wat... Het is natuurlijk niet slim. Nee, laten we daar ook gewoon eens eerlijk over zijn. Kijk, je bent natuurlijk gewoon een ongelooflijke droplul... op het moment dat je voor je laatste zoiets op social media post. Ik bedoel, kom op man. En dan kunnen we allemaal wel weer zeggen... ja, maar hij is pas 16. Ja, sorry hoor, maar... Hè? Nee, dat ben ik met je eens. Dat is gewoon een enorme blunder. Ja, het is even, ook even de vraag of dat het ook echt... dat was ook even de vraag op dat moment. Is het wel van hemzelf? Of is de foto? Dat was iets met een tag ook, hè? Ja, een tag van... want wij zijn dan niet hip genoeg om goed te weten hoe het snapnetje nou werkt. Ja, wij vonden ons wel oud. En is zo'n scherm te genereren als je zelf de verzender bent. Met zo'n tagje erbij. En boven is er misschien iets nog bovenop te zetten. Dus dat hebben we ook allemaal moeten nagaan. Dat hebben ze benak ook gedaan. Ze toch wel een tand had kunnen uitsluiten. Daarna wisten ze ook... Of nou, dat wisten ze toen al. Mm. Ze hebben een heel invloedrijke familie, met name zijn broers. Ja. En die
Ja, zo'n familie heeft ook door van, heeft ook een poosje door van, hey, we hebben een goudmijntje in de familie. Ja. Die moeten we zo duur mogelijk verkopen. Ja. Als je dat, dan begrijpen we dus gewoon geen fuck van. Ja. Dan ben je gewoon geen knip voor je neus. Kijk, dan heb je het gewoon echt niet begrepen. Nee, maar het probleem is dat, en dit is even puur speculatie weer, hoor. Maar wat je natuurlijk wel vaak ziet. Dan mag jij vanaf, hè? Ja, nou, afdeling speculatie, hè. Dus, tata. Kijk, die jongens die zien op een gegeven moment dollartekens. Want die denken, hè, die jongen die gaat naar weet ik veel, die kan naar Utrecht. Ja, de mensen om hem heen zien. De mensen om hem heen, ja. Dat denk ik, ja. En die denken ook, hè, van jongen, dan is ons portie natuurlijk ook gewoon gekocht voor de rest van ons leven. Ja. Dus ja, die gaan zo'n jongen ook een beetje gek maken. Van jongen, hè, zou je dan, kijk naar zo'n Roy van Drenthe. Die moest godsamme voor zijn hele familie zorgen. Ja. En dan snap je wel dat zo'n jongen heel snel al een stap maakt. Die wordt gewoon opgenaaid. Hetzelfde soort milieust. En het is gewoon sneu, hè. Want even kijk, die jongen die... ik denk dat NAC in dit opzicht niet heel veel te verwijten valt. Ze hebben hem een aanbod gedaan. Ze hebben hem al meteen overgeheveld naar de eerste. Op zijn 16e gedebuteerd in de KKD. Ja. Ja, dan kun je NAC ook niet meer heel veel verwijten dat ze er niet alles aan hebben gedaan. Nee, maar even, wat ik helemaal in de hele... En hij kan nog helemaal niet weg. Nee, maar wat ik in het hele verhaal mis, hè. Hij heeft nog geen poep klaargemaakt. Nee. Helemaal niks. Nogmaals. Alles. Nee, maar dat is als je nou 10 goals gemaakt eerst zelf. Maar het stomme van alles. Hij zegt wel, my last game. Maar dat kan helemaal niet. Want hij kan nog helemaal niet weg nu. Hij kan in de zomer pas weg. Maar hij kan nu nog helemaal niet weg. Gaan hoe gek dat gemaakt is. Dat hebben wij meteen ook met die tweet heb ik er gelijk bij gezet. Van joh, dit is eigenlijk wel heel onmerkelijk. Weet hij eigenlijk zelf wel? Of degene die dit verstuurd heeft, weet hij wel precies hoe dat dus in elkaar zit? Precies. Of is het iets om te forceren? Want het is eigenlijk een hele domme tweet. Want wat ze dat beclaimen kan dus niet. Nee, zijn laatste game. Het kan best zijn dat zijn laatste game is. Dat hij iets forceert. Maar dan zit hij bij NAC nog een half jaar. En dat het je laatste wedstrijd is. Maar je volgende wedstrijd bij een andere club. Dat zal pas in de winterstop, in de zomerstop gebeuren. Ja, precies. Dan kan hij lekker in de fanshop gaan staan. Ja. Nou, het is natuurlijk een heel opmerkelijk apart gebeuren dat je zoiets doet. Ja. Maar goed. Als ik NAC was geweest, had ik het toch een klein beetje... Ik wil nog even terugkomen over jouw eerdere opmerking van... hij heeft inderdaad niks gepresteerd. Dat is ook wel zo. Maar dat is tegenwoordig een trend, hè? Ja, nee, dat is een trend. Dat klopt. Dat zie je op tv bij allerlei sterrenshows en noem alles maar op. Ja. Helemaal volstrekt onbekende mensen worden in één keer op het heel hoog voedsel geplaatst. Nee, maar en daarna gaan ze pas iets presteren. Als dit de redenatie is, hoef je dus ook geen jeugdopleiding meer te hebben. Want dan zou je dus pretenderen... Nee, dat klopt. Die jongen die speelt al jaren in de jeugd. Daarvan hebben ze gezien dat het gewoon een solide goede voetballer kan worden. Ja, die heel simpel. Hij is niet voor niks geselecteerd. Nee, voor onder, zoals met jou terug gegaan met de kopieermachine. Onder 16 is niet voor niks geselecteerd. Nee, maar weet je, ik had dan misschien eerder gezegd voor de camera, als ik de Graaf was geweest, van joh, ik heb het gehoord en ik ben ervan op de kennis gesteld. Ik ga eerst aan de speler zelf vragen wat er gaat gebeuren en dan kom ik bij jullie terug. Allemaal is zo diep. Hij mag toch gewoon zeggen als hij dat gezegd heeft. De Graaf mag er gewoon zijn mening geven. Dat is toch ook. Ja, dan moet je dat allemaal weer. Moet je dat allemaal weer met een zachte. Als je het allemaal zeker weet, wel ja. Ja, nou, je weet het dus zeker. En hij zegt: nee, als het zo is, is het respectloos. Hey, en als hij achteraf ongelijk heeft, kan hij altijd nog zijn excuses aanbieden. Heel simpel. Zo moeilijk is het allemaal niet, hè? Dat je iedere keer alles maar met moet verpakken. Ja, met mooie, ja. Daar ben ik ook absoluut niet van, hè? Gewoon zeggen zoals het is. Zo is het. Ja. Nou, zeg het maar dan. Maar hij kan een aardig contractje verdienen. Ja. Zo. Dat kwam, kwam daar ook mee. Die zei van nou, die had al wat. Hij zou 4.000 of 50.000 per jaar kunnen gaan. Nou ja, hey. Dat is prima. Voor een 16-jarig mannetje is dat best goed, hè? Ja, toen ik ging werken om 16 jaar van de 2 euro. Ja. Hier, bam. Ja. Dat is 3 flapjes netto. Dat teken je toch. Ja. Maar op je 16e. De family dat is helemaal niet slecht, hè? Ja, maar de family. En ligt aan hoeveel jaar, hè? Ja, de family wil graag snel cashen bij je. Sportief gezien, als hij slim is, teken hij contract voor 3 jaar. En laat ze eigenlijk verkopen over 2 jaar. Gaat de club dan wat geld? Gaat hij er zelf. En dan gaat hij meer spelen. Juist. Hij gaat dan bij Utrecht in jong FC Utrecht spelen. Ja, als hij nou inderdaad bij Utrecht. Ja, en bij Utrecht gaat hij 10 mil meer. Kijk, en wat ook een verschil is. Hè? Kijk, hier is hij onze groei briljant. Dus hij krijgt ook veel meer kansen. Zeker. Op het moment dat hij naar Utrecht gaat, zal hij misschien nog wel met schouders boven de rest zitten. Maar dan is hij ook nog een stuk jonger dan die jongens in jong FC Utrecht. Dus dan zal de kwaliteitsverschil. Dan heeft hij natuurlijk een stuk minder nood op de zang dan hier. Klopt. Ik denk dan uiteindelijk komt hij daar op de bank terecht. En dan zien we hem weer verstoppen. Gooi me terug. Klopt. Maar, bovendien is het, wat die jongen zit vanaf zijn 11e, 12e bij NAC. 11e. Is het moreel wel enigszins verantwoord om een beetje... Dat vind ik heel, heel schadelijk. Dat je dus gewoon niet je beseft van... joh, als je met zo'n tweet
of zo'n Snapchat-ding. Mm-hmm. Dat je dan niet beseft van, joh, ik heb hier eigenlijk 5 jaar... hebben ze mij klaargestoomd om dit te bereiken. Ja. Heb ik ook zelf gedaan, want hij heeft het ook zelf gedaan natuurlijk, zo is het ook. En hij dan zo reageert, ja. Ja. Dus wat ik al net zei, contract van 3 jaar tekenen en over 2 jaar verkopen. Ja, precies. Ja, en daarom kan dan levert namelijk ook nog een leuk centje op. Dat is ook heel mooi voor de jongen. En dan kun je alsnog als 18-jarige, dan ben je nog maar 18, hè, kun je nog meer gaan verdienen. Of 19. Dus ja, maar goed. Ja, het is jammer. Maar ja, weet je, dus hij kan nog even gaan nadenken in de jeugd. Ja, en dan komt nu zit hij in onder 18. Ja. Komt hij vanzelf wel weer bovendrijven? Ja, of niet? Daar komt wel weer wel. Komt dat vanzelf wel weer ik denk die het komt wel. Nee, die ja, moet die gewoon even 3 weken gewoon even tot bezinnen komen. En dan gaat hij waarschijnlijk tegen NAC zeggen, joh, ja of nee. Nou, ja, ja, we gaan het zien. En ik heb nog goede hoop dat het wel is. Ja. Hey, Bannes, laten we die maar eens even aansnijden. Ja. Die is definitief, daar ben je er al even over. Ja. Toch, hè, want we leken toch even op te horen geweest. Want nou, de keutel is teruggetrokken, want het duurt te lang. We moeten doorschakelen naar een andere spits. Ja. 2 dagen later was het gelijk al beklonken en klaar. Dus en toen hadden we in één keer weer een spits. We hebben een spits. We hebben al vorige uitzending al uitgebreid ingeluid. Dus we weten ongeveer al wat we hadden. Zeg het maar. Maar is dat het feit dat Feyenoord zijn contract verlengt en daarna verhuurt, wil wel zeggen dat ze het in hem zien zitten. Ja. Nou zegt dat overigens niet alles, want ze hebben daar ook eerder, dat heb ik al eerder genoemd, die vent gehad. Dat is een gokje, hè? Ja. Maar ze hebben daar wel vaker een neusje van het verlengen van de verkeerde contract. Dat klopt. Dat doen ze wel vaker, maar ik denk dat je hem op zijn minst... Het is in ieder geval, de selectie wordt er niet zwakker op. Nee. Dus ja, geef die jongen even een... Het zou leuk zijn als hij de morgen... Overigens zal ik even... Wanneer komt Bilate terug? Dat weet geen mens. Nee. Dat weet alleen de glazen bol. When health is over. En wat doen we als hij terugkomt? Ja, met Bannes? Doen we dat? Wie laten we spelen? Alle 2? Ja, dan ligt aan hoe dat Bannes zich gaat manifesteren. Die Bannes er in 6 wedstrijden nog gekut in heeft geschoten. Ja, dan komt Bilate weer in beeld. En als Bilate het dan niet doet, dan hebben we verschippen weer. Maar als je 2 van die fitte gasten dan hebt. Je hebt Bilate en een Bannes. Laat ze maar vechten. En de boys op de flanken, die pakken er niks van. Zien we dan een optie voor een nieuwe... Ja, ik ben voor. Ja. Een nieuwe wat? Altijd, hè? Nou ja, het lijkt me zo. Hey, bijna elke tegenstander... 4-4-2. No. Oh ja. Bijna elke tegenstander speelt met 3 man op middenveld. Ga nou eens met 4 man op middenveld spelen. Ja, lijkt mij sowieso. Creëer je daar een overweg? Ja, zeker als je rechts en links buiten niet renderen. En die renderen niet. Verlanes, die kan niks. Die treinkapper, die kan geen voorzet geven. Die geeft alleen maar lage ballen. Ja. En die De Roy die presteert ook niks. Nee, die heeft niks. Die wordt ook iedere week slechter, hè? Ja, die wordt met een week slechter. God. Wordt inmiddels wel heel treurig. Oh, wat is er erg, zeg. En die loopt er ook bij, zeg. Met zijn ziel onder zijn arm, man. Het is gek dat zo'n jongen het gewoon niet meer kan, hè, jongens. Ik weet het niet, hè. Wat is er nou, man? Hey, en daar hebben we een berg geld voor betaald. Ja, oké, maar goed, dat is dat daar aan toe. Nou. Ja, ook, dat is gebeurd, weet je. Iedereen wilde, het was toen helemaal hilarisch die zou komen. En nou soms is er, en dan pakken we helemaal niks meer van. Soms kopen mensen wel eens iets en dan krijgen ze dan later spijt van. En dan zeggen ze dat ze eigenaar worden tegen wil en dank. Ja. Ja, dat was een bruggetje, dames en heren. Oh, wacht even. Ja. Nou, waar wil je het over hebben? Ik zet nog even een tweetje dat we weer online zijn. Alle streampjes werken weer. Zo. En we zijn online. Moet mijn broek eraan doen dan. Nee, jouw cameraatje is nog subtiel afgedraaid. Ja, heel discreet. Hey, maar waar gaan we het over hebben, jullie? Hebben we haaien. De casus haaien. Ja. Wat hij nou wel en allemaal niet naartoe gaat. Of gaat hij überhaupt nog? Nou, de conclusie kunnen we wel trekken dat het... Gaat het deze... Jerry had er nog wel een idee bij. Hè, dat het nou wel of niet deze winterstop nog gaat gebeuren. Is dat ook nog een optie, denk je? Wat gaat deze... Haaien weg of niet? Nee, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Ik wel. Oh. En waar is dat dan van afhankelijk? Ik... Is dat wat voor gevoel is dat? Onderbuik? Of? Ja, net alles is onderbuik. Hè? Dat is al snel. En die buik is groot, hè? Dan zeg het maar even. Dan zeg jij het weer. Ja, ik zei het al. Maar ik moet wel zeggen, ik ben toch alweer 2,5 kilo kwijt, hoor. Ja, maar ik denk gewoon dat haaien... of je moet er de hoofdprijs vervangen. En ik denk nou niet dat dat 2 miljoen is, want dat denken heel veel mensen. Daar geloof ik helemaal geen moe van. Of je moet de hoofdprijs vervangen. En in mijn ogen is de hoofdprijs, laten we zeggen, helemaal geweldige prijs. Denk ik 7 of 8 ton. Ja. Dat denk ik. Ja. En als je dat niet krijgt, moet je hem lekker laten voetballen. Maar dan kunnen wij prima gebruiken. Ja. Dat is wel duidelijk. Als hij er niet bij is, dan is het... Dan hou je weinig over. Hou je echt heel weinig over. Klopt. Dus waarom zou je, als het niet nodig is, want er komt een nieuwe eigenaar voor de club.
waarom zou je hem dan wegdoen? Ik zou hem lekker laten zitten en hij kan van de zomer ook nog als het moet. Maar we kunnen hem nu nog een half jaar goed gebruiken om toch te proberen in de play-offs te komen. Ja, sorry. Ja. Oei. Ja. Wil je dat wel met dit? Ja, weet ik veel. Ik loop even 5 minuten eruit. Nee, maar luister. Kijk. Wil je dat wel met dat team? Je moet er ieder geval nastreven. Ja, tuurlijk. Maar dat is anders dan ben je gewoon gek. Nou, laat ik het anders zeggen. Wil jij het als supporter? Ik namelijk niet. Waarom niet? Omdat ik... Het levert een hoop frustratie op. Ja, als het fout gaat, bedoel je? Ja. Nou, misschien moeten we niet met de bus verwelkomen. Ik ben die KKD wel zo ongelooflijk beuken. Nee, dat klopt. Daar ben ik alles ook. Alles op alles wil promoveren. Alleen het is natuurlijk... Niet realistisch. Nou, het slaat helemaal nergens op. Nee, dat slaat nergens op. Maar goed, luister eens. Er zijn gekkere dingen gebeurd, hè? Ja. Want hoeveel stond NEC vorig jaar? 7e. Ja, maar dat halen we niet, hoor. 7e. Ik wou zeggen. Dat mag alleen maar van dromen. Maar goed. Je weet nooit waar dromen zijn. Soms bedrog. Maar goed, weet je, het zou helemaal ook in het NAC-verhaal passen. Wil je alsjeblieft geen Marco Borsato-teksten meer in mijn buurt? Ben ik niet meer zo van gediend. Nee, maar dat is natuurlijk wel het verhaal. Ja. Ja. Is Manders al weg? Ja. Goeie vraag. Ja. Ja. Want als je dus bekijkt met... hij is natuurlijk nu trouwens ook bezig, hè, met... tweede bot afgeslagen op hij om daar eventjes een overgangetje voor te maken. Overigens dat hij geen belangrijke dingen meer zou doen. Maar ja, alleen maar biercontracten van 5 jaar, spelersonderhandelingen. Ja, voor de rest. Ook, dus dat klopt. Ja, dat is klopt, toch echt ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ja, dat vind ik ook heel erg. Ja, kijk, hij doet nog wel de contractuele afhandelingen en onderhandelingen met uitgaande ingaande spelers. Maar dat is wel onder de curatele, maat. Ja, dat is wel tot zeker. Daar kijken ze wel met een paar ogen mee. RwC zit daarop. Dat is wel die enorm daadkracht. Je RwC zit daar mee te kijken, ja, of niet? De volgende, die doorpakkers. Die doorpakkers. Ja. God, die enorme daadkrachtige vooruitstreven, die jongens. Nou, die staan te knikken, hoor, zodra de RwC langskomt. Man. Ah, dat is toch. Club wordt geleid door een steltje clowns. Nogal. En het wordt, zeg maar, ja... Ik vind dan inderdaad, het blijft apart dat die man dus eigenlijk eigenhandig de club de nek omdraait. En nog steeds gewoon een vinger in de pap heeft. Dat blijft heel vreemd. Want, en ik vind het steeds vreemder worden. Ja, en ik ben ook heel erg bang. Ja, je moet je wel heel serieus af. En het feit dat er nu dus ook al in die onderhandeling, dat hij er nog zo lang zit. Ja, ik ben heel erg bang dat hij zich zometeen toch nog bij, ook bij een nieuwe eigenaar, zich er misschien nog wel in weet. Dat zal er niet gebeuren. 100% niet. Oh. Ja. Nooit. Nee, als het wel zo is, neem ik een bak Biederman mee. Oh, jee. Maar als het niet zo is, dan krijg ik een bak Biederman van jullie. Hè? Zo werkt het. Maar je kan dus statutair regelen dat die hele overdracht gewoon niet meer door Manders gedaan hoeft te worden. Toch? Waarom loopt die man hier nog? Waarom betalen we die man nog geld? Waarom is die überhaupt nog hier? Hij is sowieso nooit hier. Dat is heel makkelijk. Daar hebben we met z'n allen voor gekozen. Ik denk dat een heel reëel scenario is dat dat hij niet meer bij NAC zit. Die gaat niet bij NAC blijven. Nee, dat hij ook niet bij NAC zit voordat überhaupt de laatste passage bij de KVB heeft plaatsgevonden. Zeg maar, hè? Want nu zitten we in de fase van verkoop van. Zou er een overeenkomst zijn tussen koper en verkoper, dan moet het nog langs de RwC. Dan moet het nog, daar is het dus nog niet. Het is ook nog niet bij de NOAD. Het is ook nog niet bij de KVB. Het is de laatste stap. Die rit hoeft Manders in principe niet. Uit te zitten. Nee, toch? Het is niet heel belangrijk dat hij dat daar nog zit. Het is niet, hij speelt daar geen rol. Het is qua rol van AD niet heel logisch dat hij nu al zou vertrekken of zo volgende week of whatever. We kunnen ook zonder. De volgende teken bevoegdigen bijvoorbeeld bij uitgaande transfers is de RwC. En die zitten er nog voltaan. Nou, laat hem lekker opdonderen dan. Ik denk gewoon op het moment dat het na NOAD geweest is, dan is het nog volgens mij toch minimaal 6 weken voordat überhaupt bekrachtiging gaat plaatsvinden. Dus het duurt echt nog wel lang. Ja, dat is niet zomaar gebeurd. Helaas. Maar goed, dat hoort er wel bij. Het moet wel op de juiste procedure, de juiste klasjes moeten er gedaan worden. Ik blijf het apart vinden dat degene die huis in de fik heeft gestoken ook de boel laat uitruimen. Ja, toch? Ja, maar goed, daar hebben we toen met z'n allen voor gekozen. Ja, ik heb nergens voor gekozen, hoor, vriend. Jij was er niet bij, dan misschien dat kan. Met tegenzin aan geconformeerd, maar juist. Toch ook niet. Zo werkt het. Ja. De volksvertegenwoordiging. Het is echt een kutgevoel. Ja, zo werkt het. Ja, het is een kutgevoel. Zo werkt democratie. Ja. Maar soms helaas wel. Parlementaire democratie. Maar het lichtje aan het eind van de tunnel is toch is al daar. Wel ja, in zicht. Ja, 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 ja.
Het begint toch wel weer... Wat is het liever ter halve gekeerd dan ter... Nou ja, er wordt gesuggereerd dat het dit weekend D-Day is. Ja. Dus we gaan het zien. Maar ja, dan hoop ik dat de maandag hier nooit meer komt. Ja, nogmaals, ik blijf kijken. Je kunt misschien die beslissing ooit een keer gemaakt hebben. Maar die had je toch ook nu... Ook met zo'n met die bierenonderhandeling, met dat soort dingen. Die misselijke kop van hem, die komt nog overal terug. En hij wil zich nog steeds overal tussen. Hij wil nog steeds betrokken zijn. Hij kan nog steeds schadelijk zijn voor de club. Dat is het grote gevaar. Die had al lang koud gesteld moeten worden. Ja, op het moment dat hij het gefrat van net voor de zomer. Toen heeft hij zichzelf al het functioneren onmogelijk gemaakt. Klopt. En daarnaast ook, weet je, als je er dan nog zit. Volgens mij was ons een zesweekse forumavond beloofd. Waarbij we hem voor. Wat heeft hij zelf nog zitten? Oh, ik kom zo graag. Dat vind ik een goed idee, zit hij. Nou ja. Dat had iemand anders voor hem verzonnen. Ja, volgens mij, meneer Manders. Als je dan toen nog blijft zitten. Kom dan op zijn minst één keer in de zes weken eens een keer uit. Ja, maar dat is het hele probleem. Dat werd van de week ook geroepen door de niet supporters site, maar die andere site. Hoe was het ook, net ook alweer? Ja, mediabedrijf. Dat mediabedrijf werd geroepen van, en die jongen heeft daar echt, vind ik echt een punt. Weet je loopt continu achter de muziek aan. En dat moet gewoon afgelopen zijn. NAC moet gewoon het ritme bepalen in die media. Niet andere partijen. Het schiet gewoon niet op. Ook dat is nooit geweest. Ik bedoel, mensen doen nou ook in één keer alsof de media altijd vroeger de waarheid verkondigen. Maar ik weet niet, maar de stem is toch altijd... Hè? Nee, het gaat niet om de waarheid. Het gaat erom dat als er iets gebeurt, of als je iets wil, of iets gedaan wil hebben, of wil je iets communiceren, dat altijd eerst iemand anders jouw verhaal communiceert. Dat is gewoon niet goed. Nee, maar dat is altijd geweest. Nee, dat is niet altijd. Het is toch altijd, alles is gelekt. Altijd. Er is nog nooit, er is in de historie van NAC... De lekcultuur is altijd geweest. De verkoop is het de enige keer... Ik vind het behoorlijk goed gegaan. Dat is eigenlijk het enige wat ik tot nu toe ooit bij NAC heb meegemaakt... wat niet volledig al bij iedereen bekend was. En dat het feit dat het nu nu wel op het internet staat... het gerucht dat als nieuws wordt gebracht, zeg maar... dat is niet aan NAC zelf te wijten. Daar kun je bijvoorbeeld Crossminds verwijten. Ja. Nou ja... Dat kunnen we later nog wel evalueren. Maar we hebben reden om te geloven dat dat daardoor komt. Maar er zijn wel lessen getrokken. Maar ook nu zitten er wel valkuilen. En bij de afdeling communicatie zijn ze er volgens mij wel heel erg van bewust... dat ze meer willen acteren in plek van, reageren, zeg maar. Ja. Maar dan moet je team, organisatie sowieso wel helemaal kloppen. Dan moet je ook niet een solistisch acterende... directie hebben die de wil is bed en noem maar op en doof blijft voor mensen die ervoor zitten met communicatieadviezen geven. Ja, dat is gewoon een lastig verhaal. Ja, is zeker. Dat is bij alle directies geweest, toch? Dat is niet iets van nu, maar dat is altijd al geweest zo. Dus je kunt dat proactief acteren. En ik vind het jammer, want hij was in ieder geval een buitenstaander. Ja, ik denk dat het is moeilijk als je iemand hebt die zeg maar van de club is of bij de club hoort. Nee. Of bij een supporter is die op zo'n stoel zou gaan zitten. Want dan heb je toch weer andere belangen die er gaan spelen. Weet ik niet. Emotie? Ik denk dat, kijk, of jij... Daar word ik altijd een beetje moe van. Kijk, een goed persoon is een goed persoon, ongeacht of die supporter is of niet. Nee, dat klopt. En het kan nooit zo zijn dat je eerder zou kiezen voor dan. Want je kiest voor de beste man op de beste plek. Ja, dan kies je voor het beste plan. En degene die het best gaat uitvoeren. Ja, en nogmaals, kijk, ook voor dat is iedereen verschillend, hè? Zeker. Want ja, ik spreek ook mensen, en die snap ik echt niet, want die zeggen, ik zou eigenlijk wel overgenomen willen worden door de partij als Red Bull. Ja, pleur op. Maar niet goed. Nee, dat past namelijk helemaal niet bij NAC. Nee, maar sowieso, dan verkoop je alles, dan verkoop je je ziel van je club. Dan ben je voor Red Bull Breda of zo, joh. Nee. Dat schiet niet op, dat wil je niet. En je wil ook... Maar die mensen zijn er wel, hoor. Nee, die zijn zeker niet. Die zijn er wel. Kijk, ik denk dat we die angst in ieder geval, of die hoop bij mensen wel kunnen wegnemen, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus... Dat, het zal voor een aantal mensen een zegen zijn, maar ook voor een aantal mensen niet. Dus het hangt gewoon af welke partij het plan heeft. Het beste plan heeft. Daar gaat het gewoon om. We willen het beste van NAC. Wil iedereen hier in die studio die hier zit en ook buiten. Iedereen wil het beste plan. En het gaat wat om ik het plan. Wel het belangrijkste zou vinden is schoon schip. Ja. Ja, maar daar ben ik nou bang voor. Even in die letterlijke zin van het woord. Ik vind dat iedereen die zich in de tijd van de crisis negatief heeft gedragen ten opzichte van NAC het veld moet ruimen. En dat daar in principe... geen uitzondering zou mogen zijn. Of je nou geld hebt of niet. Maar het feit dat als er mensen... Ik hoop dat er volledig schoon schip gemaakt gaat worden... in de burelen, in de RVC, alles. Er moet gewoon een compleet nieuwe frisse wind komen. Ja, maar dat gaat bij de RVC ook denk ik gewoon gebeuren. En dat denk ik wel, Dat lijkt me niet meer als normaal. Nee. Je kan niet over je eigen graf regeren. Nee, kijk, en als jij een paar kleine aandeeltjes hebt gehad... en jij wil nog iets gaan doen, prima. Maar ook daar... Gewoon een goed plan van NAC. En wel, als het kan, NAC mensen. Ja. Waarom? Omdat die NAC enigszins begrijpen.
En geen aandeelhouder die het tegen wil en dank doet, maar iemand die het wil. In een sponsorachtig ding, dat je er gebruik van maakt, snap ik. Hè, als je bedrijf hebt, begrijp ik dat. Maar niet van zoals de kleine, een aantal van de kleine zich hebben opgesteld destijds. Heel fijn, toen, nu niet meer. Nou ja, nee, dat. En ik denk dat je moet nu mensen hebben die vol van NAC willen gaan. Ja. En die een volle 100% commitment hebben om van NAC in ieder geval de club te maken die er altijd geweest is. En ook bereid zijn om naar mensen te luisteren. Dat is ook heel belangrijk. Kijk, en ik denk dat je dan een mix kan maken met mensen die NAC al kennen, de cultuur al kennen, met nieuwe mensen erbij, hè, de ondersteuning. Alleen ja, het probleem is, hè, daar hadden we toevallig van het weekend ook nog over. Je kan een volledig geestelijk gezond persoon bij NAC op kantoor zetten, maar er zit daar toch iets in de muur dat ze opgeven dat rare dingen gaan doen. Misschien moeten we het ook gewoon maar zien, joh. Misschien moeten we er een paar mensen naar binnen trappen en dan maar kijken wat er laat. Kort een paar camera's op verkopen dan SBS6 en dan krijgen we een soort Big Brother. Kan ook. Verdienen we daar ons geld voor. In ieder geval wat serieuzere filmpjes ook in de plaats van... Ik hoop overigens dat we wel beter gaan voetballen door het hele overname gedoe. Lange adem. Nou, als je nog slechter gaat voetballen, ziet het eruit. Ja, dat bedoel ik. Dan maar kunnen we hier op donderdag ook beter gewoon een plekje draaien. Die vraag wil ik wel stellen. Waarom heeft NAC zoveel moeite met kas creëren? Man? Ja. Waarom? Dat is er al jaren zo. Als mensen het niet meer tegen willen en dank willen doen, maar omdat ze dat echt willen, denk ik dat het goed komt met de club. Ja. Oh, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Kun je het nog één keer zeggen? Letterlijk nog één keer zeggen. Zeg het nog eens één keer wat je net zei. Als mensen die betrokken zijn bij de club het niet meer doen tegen wil en dank, komt het goed met de club. De mensen echt voor willen gaan. En dat is echt de enige zin die hier raakt. Nou, dat is de kern. Dat is wel de kern. Ja. Ik hoop dat de mensen dat goed in hun oren krijgen. Met volle overtuiging weer eraan volgaan. Ja, inspireren, dan werkt dat door in de gehele organisatie. Ja, dat weet ik zeker. En daar komen er helemaal goede dingen van. Ach jongens. Waar moeten we nog meer over hebben? Wij moeten vooral niet meer zeggen dan dat we... genoeg is genoeg. Volendam. Dat komt allemaal nog wel zeer binnenkort. Volendam. Vooruitblikkend na dit weekend. Ja, die hebben overigens ook een speler van Feyenoord huurt. Die Antonici. Die is weer terug, hè? Ja, inderdaad. Die doen we mee. Die doen we mee. En dat was een hele goede... Is hij wel terug? Ook dat hij weg was weer. Nee, naar Volendam. Die is naar Feyenoord gegaan. Ja, daar was hij te licht bevonden. En nou mag hij weg. Overigens vond ik dat er vorig jaar een hele goede voetballer. Ja, ik snap niet dat NAC daar niet even op inspringt. Wat was dat nou echt zo'n speler dat je vannacht gevonden? Ja, ik ook. Ja. Poekies. Klopt. Ja. Poekies. Ja, poekies. Ja, zijn geen poekies. Mijn verleden. Wim Salabim heeft het ruim van het schip dicht gedaan. Manneke wil zelf ook naar Volendam. Mooie haaien kopen, krijgen we geld, hè. Manneke komt van Volendam. Ja, Antonucci of haaien, heb ik liever haaien. Huur, dan. Maar heel gevaarlijk setje met Muur, hè. Zo, hallo. Maar als dan. En die andere, hoe heet die? Ze hebben ook zo'n moeilijke naam. Kwartman? Nee. Zweet de rest van het elftal. Ja, ik zeg morgen gewoon eekhoorn erin. Eekhoorn? Ja. Eekhoorntje erin, muren op zijn rug klimmen en klaar. Ja, en niet denken van, oh, hij kan niet opbouwen. Ja. Wat een gelul allemaal. Gewoon de eekhoorn erin, huppatee. Je moet gewoon tegenhouden. Ja, maar waarom? Dat is ook het enige wat hij moet doen, is gewoon bij hem gaan lopen. Ja. Laat hij niet aan het voetballen toe komen. Hij heeft Verheid uitgeschakeld, noem ze maar op. Ja. Nou, en in één keer komt hij niet meer in het spel voor. Wat is er voor gelul? Gert Huygens, die stuurt een berichtje. Onlyfans.nl/petje. Is het vrij of niet? Ik durf niet op de klik. Ik weet niet wat eruit komt. Voordat hij is mijn werktelefoon. Ja, ik ken het al. Voordat hij het allemaal in één keer... Sta je net op de zwarte lijst, net als de rat.nl. Nou ja, precies. En ik krijg het alweer. Moeten we daar weer uitleg over geven. Oh, mijn god. Maar Volendam, moeilijke ploeg. Ja, moeilijke ploeg, ja. Aan de andere kant, die willen wel voetballen. Ja. Nou, ik hoop dat NAC de bal aan Volendam geeft en gewoon lekker in de omschakeling voetbalt. Daar zijn we namelijk wel goed in. Ja, leunen. Zelf een spel maken kan NAC absoluut niet. Nee. Maar reageren op de tegenstander, hè, waarbij de tegenstander voornamelijk de bal heeft. Mm-hmm. En NAC zo af en toe zijn bal heeft en her en der wel spel te prikken uitdeelt. Daar zijn we wel goed in. Wanneer hebben wij voor het laatst gedomineerd? Die wedstrijd vorig jaar tegen Ajax. Jong Ajax. Die 4-2. Daar hebben wij wel aardig gedomineerd. Moet ik even weten. De laatste wedstrijd tegen Jong Ajax die me kan herinneren was daar. Met dan de 6 in de Nou, die hebben wij niet gedomineerd. God, dat was jammer. Maar inderdaad, de dominantie die wij hebben, dat is...
Maar dan moet je dus, als je gaat leunen, dan ga je, met wie ga je dan aan de zijkant spelen? Of wie is er beschikbaar? Dus dat is weer de goede vraag. Ik ben sowieso niet van de zijkant spelers, hè, dat weet je. Ik ben niet van Valanus de Rooij en die treinkapper. Maar je moet wel snelheid, dus, als je vanaf gaat leunen, moet je wel snelheid hebben. Ja, dat dan wel. Dan wordt het onze... Ik weet niet of de Bunny hard kan rennen. Volgens mij wel. Ja. Ah, die kan wel hard rennen. Antonia kan wel hard rennen. Ja, Antonia wel. Hij heeft wel de verkeerde kant op. Ja, maar die kan wel geen voorzet geven. Dat kan die jongen niet. Hij probeert het in ieder geval wel. Ja, dat klopt. Maar die voorzet, jongen. Die voorzet. Dat wel, maar dat kan. Hoe oud is zo'n gast? 30. Ja, dat is toch goed niet normaal dat hij nog steeds niet die voorzet kan geven? Nee, dat snap ik. Maar je hebt er ook een hele hoop langs. Die zien alleen maar... Oh, kijk, er rent iemand en die gaat een voorzet geven. Hij probeert tenminste nog te rennen en een voorzet te geven. Dat kun je van de helft van het veld niet zeggen. Nee, dat klopt. Ik had voor mij in de Toto zitten, of in de Nostradamus, 8-0 met 7 keer Olij. Want dat is eigenlijk de enige speler waar ik nog vertrouwen heb dat ik een paar doelpunten ga maken. Die Olij? En één keer Bannes. Oh ja, en ik denk gewoon, als je gewoon, eerlijk is eerlijk, als je volgend jaar weer Eerste Divisie speelt, dan vraag ik me wel serieus af of je dat soort jongens wel kunt blijven houden. Haai en Olij. Nee, maar dat komt helemaal goed. Vorig jaar was het overbruggingsjaar, zijn Manders. Dit jaar worden we kampioen. Dit jaar gaan we echt met... Ik wil even iedereen een beetje hoop geven. Feyenoord heeft die Conte, die hebben ze aan Dordrecht gehuurd. Ja. En die scoorde in de eerste minuut, hè? Ik zei altijd, die komt waarschijnlijk... Ik dacht dat eerst dat die naar nacht zou komen. Maar dus die scoorde in de eerste minuut en Dordrecht won gewoon zijn wedstrijd uit bij Helmond, hè? Daarom. Dat bedoel ik. Dus ik er is nog hoop voor ons. Zie je, Lex, schoenmaak, zo moet het. Ja, mensen spelen. En je ziet de speulerke en dan zeggen die motten hebben. Zou je eens een keer moeten doen, jongen. Goeie speulerke. Dat is een goede speulerke. Ja. Oh, dat was trouwens, we hebben een prijsvraag, toch? De speler die Lex ooit heeft aangedragen bij NAC. Degene die dat ze zeker weten, krijgt de prijs van. We wachten al een paar weken op antwoord. Ja. Ik heb zelf geen flow in. Je man echt zo'n Emma weer geld pakken ook weer. Nou ja, weet je wat het is? Dat zal er allemaal niet al te gemakkelijk zijn. Nee. Hij had met de microfoon gewoon. Adrie, ik heb straks al een antwoord. Het is nog in jazzcafé, toch? Ze zijn wel zo uit aan de rechterkant. Maar NAC zijn er dus een aantal coronagevallen nog steeds. Ja. Dus die jongens die afwezig zijn, die hoeven nou ook niet te rekenen. Het belangrijkste persoon was daar Harlef Seuntjes. Dus ondanks die afwezig zijn jullie behoorlijk optimistisch. Want Jury heeft er 7-0, Robert-Jan heeft er 5-3, Patrick heeft er 4-0. Tjerik en Sander zijn iets meer richting de realisme. Die zeggen een 2-2 en een 1-1. Marcel, wat mag jij ervan? Komen er volgende maand? Ja, 0-2. Oh ja, inderdaad. Ja. Jij had Volendam was namelijk een heel goede ploeg. 0-2, inderdaad. Die kunnen echt wel voetballen. En NAC kan absoluut niet voetballen. Dus dat geldt. Kijk. Ik denk dat wij daar 1-3 van verliezen. En dat zou zomaar kunnen. Nu we toch bezig zijn. Zeg je echt? Ik smokkel er even. Oh ja, Zwolle. Pek Zwolle, shit. Woensdagavond. 19 januari, 8 uur. ESPN 3. Eén eindstand. En dan verlenging en uiteindelijk penalties en een winnak. Oké. Goeiendag. Zeg maar de emmerroute, zeg maar. Emmer. Ik zeg 2-1. En moet je bij kou. Maar jij vindt, moet je naar de politie brengen. Oh, ik zeg 1-0. 1. Oh, positief. Bannes. Olij, met zo'n lul. Ja, ik vraag me wel af als Bannes ingeschreven is voor de beker. Oh, dat is weer typisch NAC om dat te vergeten. Ja. Bij deze een oproep aan Matthijs Manders. Ja. Hallo. Heb je hem ingeschreven? Dat kan waarschijnlijk tot 9 uur. Dus ja. Maar luistert wel, dat weet ik zeker. Misschien laat hij daar crossminds over. Bij gebrek aan 1-0 op het lijstje heb ik 1-0 gezegd. Sander en Robert-Jan en Patrick die doen zo meteen even digitaal nog eventjes toevoegen. Voor mij had ik ook 1-0 bij Zwolle. 1-0 bij Zwolle. 1-0. Ja. Mooi. Oh ja. Nee, dat is goed. Oh, verdomme. Nou, 2 keer 1. Hij mag wel, hoor. Blam maar lekker staan. Ja, prima. Moeten we de ik ben toch geen concurrent van jou, want ik sta er bijna onderaan. Dus, Marcel Bovenon in het Nostradamus lijstje. Nou goed, zo. We hebben nog 1 uur minuut en 40 seconden. Moeten mensen vast een beetje geestelijk gaan voorbereiden op de jazz-escapades van de komende 2 uur? Jazeker. Ja, toch? Zeker. Wat is het thema bij de jazz vanavond, Joep? Dat ik sinds zondag ben de verbouwing... Bovenboom, zonder kijk. Keuken. Oh. Hij gaat 2 uur lang Man at Work draaien.
krakende platjes. Ja, precies. Uit de bouw, ja. Precies. Beetje village people. Bert de Steigerpijp. <Ja. laughs> Dus het wordt geen NOS Jazz vanavond. Ja, dat denk ik. Nou, variatie. Maar gaat hij gewoon weer meenemen? Het is kostbaar. Het is. Ik heb thuis geen spullen, Adrie. Ja, ik zie alleen maar spulletjes mee. Voor de rommel maken. Ik heb een mooie cadeaubonnetje gehad van Breda nu voor de kerst. Je gaat zelf maar een lampje kopen bij die IKEA. Nee, maar Joep heeft de inboedel verkocht. En dat zien we morgen in het persbericht wel bij NAC. In ieder geval. Dan zegt hij iets over de heuvel, maar die ging ineens. Neuvelt. Zandberg, hé, onze Joep. Teuvelkwartier. Jat als de raaf. Zo. Even kwartier, ja. De heikers. Ja. Nou, is mee, hè? Is goed gewonnen, toch? Ik zal maar eens uit doen. Ja, wat te doen dan? Ja. Doe dat thuis bij een vrouw. Hey. Ja, wat ik heb, man. Hey. Ik heb de blender meegenomen. Ik heb een week uit de blender eten. Lekker soep eten de komende weken. Check in. Jullie hebben, heb je niet van die vis, van die zeemaaltijden? Weet je, die dan, ja, gedroogd voedsel. Ja, precies. Zeker, jongen. Lekker, man. Als je ziet, dan jij er veel op. Ja, zeker. Jij ook zo zien aan de mic. Nou, dit wordt leuk naar de uitzending, jongens. Toch even een minuutje mee kunnen vullen met jullie. Zo is het. Nou jongens, twee wedstrijden voor de boeg. Ja. Spannend weekend met een hoop nieuws in de aantocht. En niks is wat het lijkt, hè? Niks is wat het lijkt. Goed onthouden. Nee, dat is wat het is. Niks is wat het lijkt. Want er komt een konijn. Mede mogelijk gemaakt door fanzine De Rad.